Ja, daar zitten de meisjes weer parmantig, hè. Godje dikje. En hopen dat het nou met jou goed gaat, hè. Kleine meid. Ja, jij ja, Rijka. Hé? Ik had geen zin om verder te dweilen. Nee. Altijd leuk als je wat krijgt, hè. Ja, zeker te weten. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ja, ik moet nog oorbellen en ga ik gelijk ook even doen. Ik ben er een aantal x-tig keren wel uit geweest, maar mijn maag wil niet en mijn hoofd wil niet echt. Maar ja, ook heb Rijka vanochtend lopen over te geven. Twee keer was ik op tijd, één keer was ik niet op tijd, kon ik aan dweilen. Nou, en dan gaat dat weer naar je maag toe met bukken, dus dan weet je het wel, hè. Ja, en ik lag gisteren lekker op tijd op bed, voor 1 uur al. Ja, hoe doe ik dat? Ja, als je moe bent en niet in orde bent, dan ga je wel. En het weer werkt ook niet mee en dan moet je er nog doorheen ook. En dan krijg je nog visite ook. Was ik glad vergeten, omdat ik zo... Ja, weer een rotdag met Rijka. Gezodanig. Ik kan beestje ook niks aan doen hoor. Ze krijgt van mij ook geen straf. Nee, echt niet. Ook al doet ze het in huis, kan zij niks aan doen. Als wij ziek zijn, misselijk zijn en over moeten geven of wat dan ook. Wij lopen naar de wc. Kan het beestje niet doen. En ze meldt het wel dat ze eruit moet. Maar als je er... Ja, de ene keer ben ik wel op tijd en de andere keer niet. En ik ben vaker wel op tijd dan ik niet op tijd ben. Ja, en als ik niet op tijd ben, dan moet ik dweilen. Het beestje is niet in orde, maar dat komt mede door dat rotweer ook. Ja, dat hebben mensen en dieren er last van. Maar ik ga er wel doorheen. Ja, de buienalarm geeft lage buitjes aan. Dat laag blijft. Tenminste de ene. Dat is die. Kleine heuveltjes. En dan kun je wel zeggen, nou dan wacht je toch totdat het droog is. Nee, want er kunnen wel weer nieuwe buien aankomen, dat weet je niet. Even bij de andere kijken. Nou, daar is hij al bijna klaar, zegt hij. Dus ja, eerder dan waar de rode lijn is, moet je hebben. Eerder dat ik klaar ben, is het ook droog zowat. Ja, dus ik ga de boel klaarmaken. En ja, ik moet de stad even nog in en ik moet, maar dat doe ik zonder honden, dan ga ik op de booster. Ik moet de kaarten op de post doen. Ik heb een stapeltje kaarten. Eentje naar het buitenland. Ik weet niet of daar de postregels op zitten. Daar heb ik 2 van die normalen op. Ja. Laat ik het adres ook nog zien. Nou ja, het ligt niet hier hoor. Nee. Ja. En anders blurren we dat weer eventjes. Maar er zitten 2 normale postregels op met die zogenaamde koning van ons. Nou, we hebben geen koning, dus... Hè? Absurd allemaal. Want Willem is geen koning. Nee, dat is een valserik. Ja. En dus. En ja, dat hij zijn baard heeft laten staan destijds. Afschuwelijk. Het staat er voor geen meter. Maar ja, wie ben ik? En ik vergeet jullie helemaal. Ja, ja, wel heb ik al gezegd. Het is vandaag trouwens woensdag. Dat heb ik nog niet gezegd. Woensdag. De 13e. Een ongeluksgetal. Ja, een ongeluksgetal. Dan geloof ik dat ik zo ben. Van de 12e 2023. Ik weet, ik moet mijn lippen ook stiften, maar ik heb toch die jas voor mijn mond en dan veeg je het weer aan je jas af.
Ik doe dat wel wanneer ik klaar ben met buitenwezen en dan doe ik even wat lippenstift op. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, Marianne die komt straks ook op visite. Die krijgt haar kerstcadeautje van mij. Dus daar haal ik jullie ook weer gezellig bij. En dan gaan we gewoon weer eventjes Rudde van genieten. Van de gezicht genieten, hoe ze zal gaan reageren. Ja, dat vind ik altijd leuk. Dus ja, dat gaan we gewoon vandaag eventjes doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Maar geniet ook gewoon weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, er zitten de meisjes weer parmantig, hè. Godje dikje. En hopen dat het nou met jou goed gaat, hè. Kleine meid. Ja, jij ja, Rijka. Hé, ik heb geen zin om verder te dweilen. Nee. Maar we hebben ook visite, onze lieftallige Marianne. Hoe gaat het met jou? Goed. Mooi. Ja. En we hebben cadeautjes voor elkaar. Daar staat wat, maar onder de boom ligt ook wat en dat is voor Marianne. Dan mag ze proberen om het daar weg te halen. Hier. Ja, dat is voor jou. Hier, wat leuk. Ja, onder de tafel dit nood door. Oh ja, dit gaat niet zo. Nee, dat gaat zo niet. Wacht, onder de tafel. Ja, dan gaat het wel. Ja. Altijd leuk als je wat krijgt, hè? Ja, zeker te weten. Wat leuk! Ik zeg altijd, een ster hoeft niet per se met kerst te maken te hebben, want nee. Er staat zomaar zo'n sterren aan de lucht. Nou, wat lief, dankjewel. Deze keer ik in buiten, ik in binnen. Ja, leuk. En ik zat te denken, nou misschien aan jouw schuur, en dan dat je hem uit huis vandaan kan zien. Ja. En je kan hem zomers ook gewoon aandoen. Hartstikke leuk. Ja, dat vond ik ook. Ik heb zo'n boompje heb ik in de tuin en ik heb... Ik heb ook wat in de tuin, ook een boompje. Ik zag dat, ja die heb ik ook. En kerstlampjes had ik al in, bij de schuur. En ik had zo'n krans gemaakt. Dus, ja, die krans heb ik gezien, ik wil niet branden. Ja. Dus mij, er gaan twee gaan er elektrisch met de A en B. En de rest gaat automatisch aan. Nou, dat heb ik niet meer goed. Ik steek de stekker erin en het doet het. Ja, nou ja, de stekker zitten erin. Ja. Maar ik heb het gewoon makkelijker voor mezelf dat ik niet iedere keer. Nee, dat is toch zoiets goed. Kun jij ook doen. Ja. Ja. Maar ook ik heb cadeautjes. Ik draai jullie even om. Ja. Wat moet jij? Ja, jij ook wel. Wat ga je nou doen? Oh, nou ja, dan niet. Zo, dan zijn wij er weer. Zo. En dan zet ik jullie even ergens neer. Ik heb ook nog koffie staan. En ik moet eventjes die eventjes een beetje kantelen, anders zien jullie mij niet. Nee. Nou, ik heb hier een leuk pakketje. Ja. En ik heb nog iets dat is niet ingepakt. Nee. En ik heb... Een kaart, dus die ga ik gewoon eerst openen, hè? Ja, dat hoort zo. Zij heeft hem al gekregen, dat weten jullie ook. Rijka, hou eens op. Moet je naar buiten? Dan doe ik dat eerst, hè? Want dat gaat voor met jou. Ja, doe maar. Ja, dat gaat bij jou voor. Dat is ook niet goed dicht. Nee, doen we dat gelijk. Deel moet ik ook niet voor de buitenwereld. Dat vind ik altijd. Ik zie wel weer berichtjes als ik thuis ben. Doe normaal! Moet je ook naar buiten? Kom hoor! Die is mooi, hè? Ja. Nou, ik was even. Het regende zo hard. Lieve groet van Marianne. Ja. Niet eens iets van Maurice erbij. Zit je maar te stangen? Ja, dat dacht ik wel. Die kent ook dus nooit zelf doen, hè, Maurice. Maar dat vergeet hij. Nee. Nou, kom maar nu! Nou, en dan gaan we deze openen. Heel voorzichtig. Weet niet waar.
En die sokken, die had ik twee voor de prijs van zoveel. Ik denk ook, oh, neem ze allemaal twee mee, dus ik er nog eentje bij. Oh, ik denk, dan geef ik die aan jou. Dus ja. Op. Daarom. Ja, dan had ik even niet zo gauw papier voor. Want het was zo druk, ik denk, ik moet nog een keer vragen. En zat dit dan in het pak. Ja. Dus ik denk, nee, dan moet ik maar even zak. Nou, ik moet hem toch open knippen. Ja, en ik heb nog een pakketje via de post gekregen. Want daarin zit, weet ik ook niet, want ik heb niks verteld. Ik heb het gekregen weer van een ander. Nou, lui lief toch? Ja, ook voor de kerst. Dus dan gaan we straks ook gelijk openen. Ik weet wel van wie. Maar ik ken hem niet persoonlijk. Maar we kennen hem al jaren. Zoals mijn mannetje lief heeft hem gekend. Tenminste, gekend. We kennen hem niet persoonlijk. Maar via dat spel wat we deden vroeger, okay. Ja, daar ja. Hebben we hem in ontmoet, maar wie hem weer wel kan, dat is onze echte lieftallige Jan van Dam. Okay. Het is zijn collega. Het wil niet zoals ik wil. Ja, echt. Oh, die is ook leuk. Dan moet je even alleen het zien lichtje in doen. Ja. En er zit zo'n... Ja, ik weet het wat het is. Ik vind ze altijd leuk. Ja, gewoon kaarsje in de smelt hier. Ja, dat, ik weet het. Er moet water in, ja. Dat kaarsje erin. Ja. Tenminste, dit blokje erin. En dan ja. Hier een kaarsje. Hartstikke leuk. Weet je, dat ruikt zo lekker, hè? Ja. Echt heel leuk. Dankjewel, schat. Ja, die sokken, dat ze uit mij maken, weet ik niet. Wat is er? Weet ik van wat voor maat jij hebt? Ik dacht dat het 1 maat was 38 heb ik. Ik heb maat 39. Ik heb eigenlijk niet naar gekeken. Nou, dan gaan we daar weer naartoe. Oude blad komt. Zo. Je bent een oude blafdoos. Ja. Dan zullen we kijken hoe dat open moet. Ja. Ja. Normaal weet ik dat allemaal, maar... Ja, tegenwoordig is het allemaal strak en goed verpakt. Ja. Ja! Gehoord? Miauw! Wat is er? Kijk, dan heb ik toch nog weer die schaar zo meteen nodig. Want er zit zo'n leuk dingetje tussen. Altijd zal wel. Ja, en ze weten het te doen. Nee, niet in de sokken. Nee. Dat doe ik ook niet. Weet je hoe je sokken moet passen, weet je dat? Vuist maken, oh. En dan moet... Nee, oh, andersom. Pas er niet op. Zo moet je dat doen. Oh, okay. Om je vuist heen. Nou ja, lekker. Ja, lekker toch? Ja hoor. Ja, als het koud op in bed vind ik af en toe lekker. Ik wel, ja. Ik heb ook sokken aan hoor in bed. Nou, niet altijd hoor, maar... Zwinters wel. Zomers wel. Nee, ik heb het nu te warm. Ligt eraan hoe koud het is. Ja, dat is ook. Je komt altijd van pas op. Ja. Oh, mijn oorjeuk. Oh. Maar, net wat ik zeg, ik heb nog een pakje. En die hangen we straks op. Wat moet je? En wat moet je, meisje? Ja, de schaar ligt er nog in hier. Ja, een heel groot pak. Wat erin zit, Joost mag het weten. Nou, maar hij komt bij onze weledele heer Meindert Romkes van Urk. Ja, daar komt hij vandaan. Okay. Dus, moet ik eerst zien hoe ik hem het beste ken. Moet je papier nog bewaren? Nee hoor, gooi maar weg. Even moet. Ik weet wel dat hij het zelf gemaakt heeft. Dat weet ik ook. Ja, ik heb geen water daarop. Ik denk dat hij er zo droog uit. Van de week net water gegeven. Ja, weet je dat ik vaak iedere dag even wat water geef?
Zeker om de dag. Lieve schat. Nee, deze niet hoor. Nee. Nou, gaan we nou even verder met de geuren. Ja. Dan halen we het eruit. En dan zit er een kaart erbij. Uiteraard. Wat is dat kastje wat je daar hebt, dat grijs? Wat is dat? Dat hangt hier al jaren. Dat heeft Jack opgehangen. Ja, maar wat is het? Dat wil ik je vertellen. Beveiligingssysteem. En dat beveiligingssysteem werkt via die bovenste laptop. En die beveiligingssysteem, dat doet alles in het Engels en dat kan ik niet. Maar het is nog wel steeds aangesloten. Maar hoe het werkt, ja, waarvoor is die beveiliging? Waarvoor je huis beveiligen, als jij zelf minder valide of invalide bent. Nee, dat kan ik. Ja, als er ingebroken wordt of wat dan ook, dan gaat zoals bij die voordeur, dan hoor je een tingeltje. Maar in ieder geval, prachtige feestdagen met je beestjes. En iedereen die je lief hebt. Liefs en warme groeten van Meindert. Ja, en dit is de kaart. Ook weer hartstikke leuk, hè? Ja. Ja, en er zit er eentje te miauwen. Ja, hij brulde maar net afheen. Ik ben bezig, maar hij heeft het goed verpakt hoor. Mijn dat toch. En wat het is, Joost mag het weten. Ik heb het zelf gemaakt. Ha? Ja, ik ook. Een tas. Oh, wat leuk. Kijk dan. Wat gaaf. Ja. En ook nog een mooie kleur. Zeker. Heel lekker zacht. Ja, mooi. Hij maakt dat zelf, hè? Hij recycelt stof ook. Oké, okay, dat is leuk. Ja, moet je me voelen. Ja, mooi hoor. Mooi gemaakt. Hm? Ja. Meindert, hartstikke bedankt. Geweldig. Ja, top. En ook mooie kleuren, rood en groen. Ja, mooi hoor. Ja. Oh, bedap. Dat is boerenfatsoen, weet je dat wel? Rood en groen is boerenfatsoen. Ja. Echt heel mooi. Maar nee, groen kan ook blauw wezen. Ligt aan het licht. Denk ik. Het is rood en blauw, zie ik nou. Ja, het was kleurenblind. Ook dan. Heel erg mooi gemaakt. Toppie, je bent een kanjer. Dus ja, en ik kom straks wel weer even bij jullie terug, want ik heb ook nog wat zelf daarnet nog wat gekocht. Ja, en ik ben helemaal blij wat dat er gaat. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, wij gaan genieten. Ik ga mijn koffie opdrinken, want dat wordt koud. Ik zeg, tot later. Doedelidokie. Zo, daar zijn we weer even. Ja, Marianne die is weer terug naar huis. Die zal wel thuis zijn. Ik heb eventjes buiten de kerststuk, wat op de picknicktafel vast ligt, heb ik nieuwe batterijen ingedaan, want die waren op. De batterijtjes van dat namaakkaars van de wc. Heb ik ook nieuwe batterijtjes in moeten doen, want dat was ook maar een heel zielig lichtje. Maar ik zou nog bij jullie terugkomen, want ik ben bij een bekende winkel geweest. Ik mag niks zeggen, ik maak reclame, maar dit is sluiperreclame, ja. Maakt niet uit. Daar heb ik 3 zakjes van. Ja, wat zou daar nou in zitten? Nou, ja, bij mijn nieuwe kleding, hè. Ik ga eerst even eentje pakken. Ik weet nou ook niet wat er in welk zakje zit. Ik heb al wel gekeken natuurlijk, want ik heb het ook gekocht. En dan moet je het ook wel weten. Maar waar ze nou wat in hebben gedaan, dat weet ik dus niet. Dus pak, ja. Nou, deze had ik al zitten. Dat vind ik zo mooi. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien.
Ja? Zo mooi, zo mooi. Dat is de ene. Nog een paar oorbellen. Maar welke dat is, weet ik niet. Nee, nee, dit is een set van twee. En dan moet ik eventjes eentje een beetje aantrekken, anders hangt het niet goed. Hangt sowieso niet goed, zie ik. Ja. Even kijken hoor. Nee, het hangt niet goed. Het hangt een beetje verdraaid tussen het kartonnetje in. Kan ik ook niks doen. Het is lang. Het zijn twee in één. Het zijn twee kettingen. De een is kort, de ander is lang. En dan beginnen we daar, onderaan. En dan laat ik hem straks zo zakken. En dan zit hier een slag in. Ik hoop dat jullie het een beetje zien en dat ik niet te snel ga. Want ik zie nou niks en moet ik wel onder kijken. Ja, ik vind het een heel mooi setje. Ik heb nog een hele mooie set gezien. Maar die ketting was nog veel langer. Die kwam ergens, geloof ik, denk ik, bij mijn navel. Ja, nou, zo lang hoef ik niet te hebben, hè. Nee. Maar hij is mooi, echt. Hij is super. Maar er zit, zoals ik zeg, een slag in. Ja. Dat zit daar verdraaid. Bij het slootje zit het verdraaid. Nou ja, boeien, lekker belangrijk. Ja, en ik heb gezegd tegen mijn schat, ik zeg, met de kerstdagen doe ik je niet om. En tegen mijn schoonmoedertje heb ik het ook gezegd. Dus ja, helemaal niet erg, wel nee. Leef je leven, meid. Ja, leef je leven. Dus dat gaan we gewoon ook doen. En dan hou ik dit wat ik nou normaal dagelijks om heb, ik dan dus niet om. Dan heb ik nog een paar oorbellen. Moet hier zo'n dingetje hebben. Ja. En die is ook echt heel mooi. Ja. Super toch? Echt gaaf hoor. Allemaal van die kleine glinsterende steentjes. En hoe mooi dat is zien. Heel mooi, dat glinstert. Ja, dat vind ik echt super. En ja, ik ben een heks. Maar ook bij tijd en wijl aan een kraai. Terwijl ik toch een hekel aan kraaien heb. Want die brengen de dood. En daar heb ik een hekel aan. Maar ze zijn gekke blingetjes. Maar ik had vorig jaar ook. Had ik ook oorknopjes gekocht en met een zwart roosje. Even kijken hoe ik dat nou weer moet hebben. En dan wordt hij wazig. Zit een zwart roosje met ook blingetjes eronder. Ja, hoe moet ik dat nou laten zien? Hè? Dat gaat het hem niet worden. Ja, zo moeten jullie dat een beetje wel kunnen zien. Nou, daar heb ik er twee van, aan weerskanten dus één. En dat komt dan in dat. En dan moet ik nog eventjes gaan zoeken voor die bovenste. Ja, moet ik, ook, ik heb blingetjes genoeg, maar ja, moet je ze maar net weten te vinden. Want ik heb zoveel van die troep. Ik moet dat laadje op zijn kop hebben. Mijn bovenhek nog een zootje. Dus ja, dit gaat dus naar boven toe. Zoals ik al zeg. En jullie zullen het beleven met de feestdagen, ja. En de feestdagen gaat bij mij in oudjaarsavond, ja. Het gaat niet, wat ik wil. Even kijken, wat staat hier nou in? Dat is die ketting. Als ik nou de ene paar oorbellen bij de andere doe. Ik vind deze toch ook echt heel gaaf hoor. Echt, ik denk dat het ook deze het mooiste staat bij die ketting. Die hele deze. Ja.
Nou ja, het was drie halen en de goedkoopste, die heette gratis, maar ik had zwaar allemaal even duur bij, dus ja. Zwaar allemaal even duur, dus welke ik nou betaald heb, weet ik niet. Nee. En deze, ja, dat doe ik er ook even bij, wacht even, zit er nog een gaatje in? Nee, zit er geen gaatjes meer in. Ik denk nou, jawel. Die zijn nog niet doorgeprikt. Meestal zit er nog een gaatje erbij. Ja. Maar dat kan niet. Moet je zelf nog... Ja, kijk, daar. Ik zie het al. Kom, kom. Even eraf. Daar zit... Kijk, voilà. Auw, trek ik mezelf. Hup. En dan moet ik die hebben. Ja. Slootje erop. Kom, kom. Ga even goed. Zo. Nou, kijk. Nou, hij is er zo. Toch ook mooi? Ja, zeg maar ja. Zo, nou. Dat gaat allemaal mee naar boven toe vanavond, als ik naar bedje toe ga. En dan komt het helemaal goed. Ja. En dan ben ik met de feestdagen helemaal in het nieuw. Ja. Glittertjes in mijn haar. En geen kleurtje, nee, hoeft nou niet. Ik heb daar ook geen zin in. Lekker zo nog houden. Komt onder jaar wel weer eens een keer hoor. Ja. Komt enkel maar wat glitter in, want dat doe ik wel iedere jaar met feest. En mooi en nieuw. Mag best. Dat moeten jullie ook eigenlijk doen en willen. Zorg dat je leuk gekleed bent. Maak er mooie dagen van. Verwen jezelf en weet ik veel wat nog meer. Ja, gewoon genieten. Maar lieve vrienden, ik ga verder met mijn vlog, want anders kom ik niet klaar. Want er staat vanmorgen helemaal niks op YouTube. Dus dat moet ik niet zonde doen. Dat moet maar niet, hè? Nee. Dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. En een hele, hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan zo in een bedje toe, hè? Ja? Ja? Of niet dan? Ja, we zijn moe, hè? Ja. Straks je droogjes, die vallen alweer toe. Ja. Afgelopen nacht ook goed geslapen, eindelijk na zo lang niet kunnen slapen. Hé? En nou sliep vrouwtje zomaar goed, totdat... Rijka begon overdreven vanochtend vroeg, waar de hele ochtend toen door is gegaan. Ja. Ja, lieve vrienden, dat heet zo wel eens. Dat heet ook met kleine kindertjes. Ja, dier is net, want dat gaat een klein kind. Maar in ieder geval, het is 11:50, dus lekker vroeg. En wij gaan naar bedje toe. Ik zal ze zo eerst de tuin nog weer even een keer inlaten. Want ja, we zijn halverwege de avond wel al buiten geweest. Ook heb ik nog visite gehad van onze Patrick. Ja, die kwam nog even een bakkie doen. Nou ja, mag helemaal. En ja, ik weet het even nog niet. Maar ik denk zomaar dat die relatie inderdaad stuk gaat. Wat ik al het vermoeden van had. Een tijd geleden al, voordat ja... Houdt gewoon geen stand, want zoals Sky is, nee, dat behoort ook niet. Maar in ieder geval, dat buiten kijf, wij gaan hier de boel sluiten, lichtjes uitdoen en een kruik klaar maken, want ik heb koud. De hele avond trouwens al. En ik heb de kachelhek al uit, het is nou, ja, het was 22. Hij gaat heel langzaam naar beneden, de temperatuur. Maar ik zelf heb het de hele avond koud.
ligt het bij mij, gewoon omdat ik moe ben. Moe, moe, moe. En voorheen kon ik niet slapen. En nu is het van, ja, ik slaap weer veel nou. Ja, nou ja, mijn lichaam heb het dus wel nodig. Want ik heb de laatste weken heb heel slecht geslapen. Anderhalf uur tot twee uurtjes. En ja, dat is ook niet goed. Je hebt wel je slaap nodig. Dus ja, ik hoop dat ik... morgen ook uitgerust wakker wordt, want ik bedoel, morgenmiddag komt ook, ja, het is morgen donderdag, hè? Ja, morgen komt Willy, die komt morgenmiddag weer. Dus ja, dat komt dan helemaal wel goed. Maar in ieder geval, ik zeg voor nu, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè? Jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen tot dan. Doei doei.